Een eerste training, is dat gelijk zwaar of valt het mee? Ja, het was wel redelijk pittig. Ja. Ja, ja. Want u en drie kwartier volgens mij, vorig jaar deed hij er langer over de trainer hoor, dus je hebt geluk. Ja, ik heb gehoord dat we vandaag nog gespaard worden, dus nee, ik kijk ernaar uit om verder en harder te trainen. Dus dat hoort erbij in de voorbereiding. En jij komt uit Groningen, natuurlijk je laatste club. Ben je al een beetje hier gewend in Rotterdam? Heb je alles voor elkaar, huisje? Ja, ik heb een huisje. Mijn ouders wonen in Hoofddorp, dus ik ben al een beetje de stadsding gewend. Dus nee, ik heb geen moeite om aan te passen. Want je gaat wel echt hier wonen en niet vanuit Hoofddorp reizen? Nee. Ik woon net iets buiten Rotterdam. Dus 10 minuutjes rijden en dan ben ik hier. Op welke positie richt jij? Ik denk rechtsback, hè? Ja, ik richt me op de rechtsback positie. Blij dat Karami dus weg is? Ja, blij. Concurrentie is altijd goed, vind ik. Dus je moet je altijd laten zien, ook al heb je geen concurrentie. Voor mij maakt het niet zoveel uit, want je moet de trainer overhalen. En anders zet je misschien wel iemand uit de jeugd erin of iemand anders uit de eerste.